Hallo, ik ben Jonas Vries. Ik ben een van de productiemanagers bij Nederlands Danstheater. Samen met mijn collega Chitte heb ik gewerkt aan De Hol. Hij heeft vooral het deel wat op de grond staat geproduceerd en ik alles wat in het dak hangt. We staan nu bij onze Blackbox Studio, dus laten we een kijkje nemen. Dit is onze Blackbox Studio. Normaal gesproken is hij leeg. We gebruiken deze studio eigenlijk voor twee doeleindes. Voor repetities met onze dansers, maar ook om proefbouwtjes te doen van grotere decors. Dus we kunnen van alles in het dak hangen en we hebben de ruimte om dingen op te zetten. En in dit geval spelen we deze voorstelling De Hol ook in deze studio. Dus we hebben de hele set opgebouwd zoals we erin gaan spelen. Dit is de set van De Hol. Zoals je ziet zijn het een hoop spullen en is het een flink decor. Omdat het zo'n grote set is, spelen we deze voorstelling ook alleen hier. We hebben namelijk een week lang hier aan opgebouwd en we zijn nu ook bezig met nog allemaal kleine details afwerken. We hebben het stuk ook in 2018 gespeeld. Toen hebben we het decor gehuurd van Batsheva uit Tel Aviv. Nu hebben we het decor helemaal zelf opnieuw laten bouwen. Het ziet er exact hetzelfde uit, alleen is het dus helemaal nieuw. In het decor zitten heel wat materialen verwerkt. Het zijn ongeveer, even kijken, 180 platen hout die in het decor verwerkt zijn. De wanden bestaan uit vakken van ongeveer 2 meter breed en 4 meter hoog. En om die vakken te maken gebruiken we speciale latten. Die zijn zo afgewerkt dat als we het aan het op- en afbouwen zijn, dat we geen splinters in onze handen krijgen. En ook een standaard maat, dat is fijn voor ons als we het op-afbouwen, maar ook transporteren. En dat zijn best veel meters. Er zit 1208 meter theaterlat in de wanden verwerkt. Om het decor te bouwen hebben wij eigenlijk alle tekeningen van Batsheva gekregen. En zijn wij gaan kijken hoe wij het eigenlijk naar onze manier konden vertalen, omdat wij het ook net iets toerbaarder wilden maken. En ons doel was wel om het decor eigenlijk net een beetje te upgraden, zodat het net iets makkelijker is om ermee op pad te gaan. Je moet het eigenlijk zo zien, dit is een grote zwarte ruimte waar eigenlijk helemaal niks is. Dus wat wij als allereerst hebben gedaan is takelpunten ophangen. Dus dat zijn ongeveer 40 kettingtakels die we hebben ingehangen. Daaronder komen dan verschillende trussen te hangen. Dat zijn die frames die hierboven hangen. Dat is 267 meter truss, dus dat gaat echt om flinke aantallen. Het is best een complexe set, dus we hebben het echt in verschillende lagen moeten gaan opbouwen. Omdat we, nou ja, als het ene stuk omhoog is, dan kunnen we daarboven er niet meer bij. Dus we moesten ook zeker weten dat het goed zat. Het bovenste deel zijn de parren die je aanziet, de lampen. Er zijn trouwens ook heel veel, kan ik wel meteen even noemen. Er zitten in totaal 240 lampen in de set verwerkt. En het parrengrid zijn er alleen al 130. Parrengrid, dat is ook het bovenste deel van de hele set. Dus dat hebben we als allereerst gemaakt. Dus we hebben die takels opgehangen, daaronder de trussen en toen de parren erin. Vervolgens zijn we het dansersgrid gaan maken. Dat is eigenlijk het frame wat eronder hangt en waar de dansers in klimmen en zich uiteindelijk ook door naar beneden laten zakken. En als laatste hebben we eigenlijk de octagontrussen, noemen we dat. Dat zijn de trussen met de lampen die om het dansersgrid heen hangen, ingehangen. En dan zijn er nog wat kleine specials zoals de speakers en wat puntjes waardoor we de kabels naar de zijkant kunnen brengen, naar de dimmers toe, zodat het publiek vrij kan lopen. En we hebben in de wanden wat haken bevestigd, zodat we het dansersgrid stabiel kunnen maken, zodat het niet beweegt als de dansers erin zitten of eraan hangen. Hierboven zie je een grote pijp, wij noemen het de tunnel. En dat is eigenlijk de toegang voor de dansers om op het dansersgrid te komen. Onder de tunnel, als je goed kijkt, hangt een klein cameraatje. En die hangt daar voor onze techniek. Want de techniek zit in dit geval niet in de set, maar die zit buiten de set. Dus om goed te kunnen zien wat er gebeurt en om de juiste cues te kunnen drukken, hebben ze via die camera zicht op wat er in de set en dus in de voorstelling gebeurt. In dit stuk zitten de dansers eigenlijk overal om het publiek heen en in het midden. Dus ze dansen op het podium, maar ook achter het publiek op het hier wat hogere podium. Dus ze hebben hier ook een soort kleine luikjes en opkomstjes waar ze door opkomen. En dus de twee grote opkomsten. Wat ook de in- en uitgang van het publiek is. We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen hiervan. Ik heb me dus vooral gefocust op alles wat in het dak hangt. We hebben een constructeur in de arm genomen om te kijken of het ook echt constructief in het dak kan hangen. Want er hangt bijna 7500 kilo aan materiaal in het dak.
Ja, we hebben flink wat speakers hangen. Daar op vier punten in de set hangen. En ze staan er nu nog niet, maar er komen ook nog 8 speakers onder het podium te staan. Zodat je echt op elke plek een goede geluidservaring hebt. En die staan er volgens mij al wel. Ja, er staat al wel een subwoofer onder. En op de zwarte doosjes komen dan nog extra speakers. Hier op de grond zie je nog een voorbeeld van de hijspuntjes. Dus die hebben we eigenlijk de week voordat we gingen bouwen, hebben we die allemaal uitgemeten en uitgezet. Er staat een kruisje met waar het hijspuntje komt, dus waar we de takel moeten ophangen. En op het kruisje staat dan een nummer, zodat we weten welke takel het is. Want we hebben verschillende gewichten en welke materialen we nodig hebben om hem in te hangen. Hier staat nog de springplank die de dansers gebruiken om als ze hier oprennen op het podium te springen. En hier hebben we een hoek met alle dimmers. Het is er nu nog eentje, er komen er nog 2 bij, maar die zijn nu nog op tour met NDT. De versterkers voor de audio. En hier in de hoek hebben we een luikje, daar lopen we zo meteen ook nog even langs om wat extra stroom binnen te halen. Want in de studio is niet genoeg stroom om alle versterkers en dimmers te voeden. Hier brengen we wat extra stroom de studio in. Dit luikje hebben we ook speciaal gemaakt voor deze voorstelling, omdat we hier gewoon bovengemiddeld veel stroom nodig hebben. Dus er komt een 63 ampère kabel naar binnen en een 125 ampère kabel, zodat we alle versterkers en dus lampen en audio kunnen voeden met voldoende stroom. Nou, dit was een beetje het einde van de tour. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en misschien wat hebben opgestoken van wat ik heb verteld. En ik hoop ook dat jullie een kans hebben om het mooie stuk te zien. Veel plezier!